gaat samen met Moena ga je iets doen met een didgeridoo. Met een didgeridoo. Voor mij is het gewoon duidelijk dat het een magisch instrument betreft. De Aboriginals gebruikten het voor rituelen, ook voor healing rituelen. Genezingen. Genezingen, ja. En hoe valt dat te verklaren? Is dat komt dat door de speciale geluidstrillingen die uit zo'n didgeridoo komen? Nou. Ja, een combinatie van ik bedoel, voor mij is het heel speciaal omdat je een aparte ademhalingstechniek gebruikt. Waardoor ik zelf ook mezelf als het ware leegblaas. Het is net alsof je geest leegblaast. Het is een goede meditatie. Het is aan te raden. Het is, Ja, want in Amsterdam zijn ook dingen als Dreamtime Healing concerten waarbij ze dit gebruiken. Ja, dat is bekend. Ja. Ik heb het al vaker de krachten van mogen ondervinden. Als Moena bijvoorbeeld mijn chakras afgaat, mijn ruggengraat, mijn energiepunten, dan levert dat gewoon een als we een release van blokkades brengt dat teweeg. Een energieproces in jezelf. Ja. Oké, nou, didgeridoo. Ja. À la Amsterdam. Thank you.
was. Ondertussen ben je dat daar gebeurd. Dan voel je trillingen in je van binnen. Hè? En hoe sommige tonen heeft dat veel intenser. En het geeft wel rust aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn mijn darmen nogal aan het werken. Dus doe je darmen werken. Is dat een soort ontspanning? Ja. Ontspanning van aan de binnenkant. Maar niet van de geest, echt van je lijf. Het is of dat je spieren allemaal en dan gewoon dan allemaal een trilling krijgen. Heel wijsgoed. Wat gaat er dan door je heen? Je zegt je geest is de... je geest is niet stil. Welke gedachten komen op? Geen hoor. Ik heb gewoon geluisterd naar mijn lijf, wat het deed. En ja, het is wel aangenaam. Het is aangenaam. Dankjewel dat we mogen spelen voor jou. Hoop dat het werkt. Hoop het zo. Ja, ik wil morgen zelf ook voor je spelen. Nou, bij Circular Breathing ga je op... de tweede fase daarvan is eigenlijk dat je heel actief je buik gaat gebruiken, je middenrif, om kracht te zetten. Mm-hmm. En ja, dus je hele buik wordt gemasseerd. Ik bedoel, mijn buik is als nooit tevoren sinds ik deze redo speel. Yeah. Dus ja, het is heel mooi.